Het is vandaag alweer woensdag 27 november. Ja, onze Jan van Dam is jarig. Nee, wij gaan door tot het bittere einde. Doei doei! Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer 26 november en we leven om 13:21. Ja, ik ben al een tijdje eruit. Ik heb al het een en het ander gedaan. Ik ben weer met kerstversiering nog bezig. Wat ik boven altijd van mijn slaapkamer aan heb staan. Maar ik kan mijn elektriciteit niet vinden. Mijn stekkerdozen en dit soort dingen, maar dan met twee grote gaten. Nergens vinden, in stekkerdozen met flinksnoer. Dus ik moet nog maar een keer de zolder, want ik mis een smalle doos waar dat in zat. Ja, ook zoals mijn stekkerdoos van de kerstboom. Ik kan hem nog nergens vinden. Maar ja, daarvoor ga ik dus straks ook weer de zolder op. Ik ga nog eerst een bakje koffie doen. Maar ik wens jullie wel ook weer een welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel weer. Zeker, ik zit ook een spelletje te doen. Eventjes weer mijn stad even bijhouden. Moet ook even gebeuren. Even tijd voor jezelf. Ewen die legt haar eigen terrassen weer helemaal uitgebreid. Kandalf die hek net naar buiten gelaten. Dus ja, en het is triest, hopeloos triest weer. Het is droog, maar dan heb je het wel gezegd. Ja, het is wel weer helder, weet je. De mist is weg. Je kan weer alles zien. De wereld is niet klein meer. Gelukkig maar, ja toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, als jullie eens een keer wat willen hebben dat ik iets anders doe of wat dan ook, vraag of zeg het, daag me uit, weet ik veel wat, ja. Enkels houden rekening mee. Ik ben mede voor Liederklop met een stok en ik zit op een trippelstoel en ik rijd met een scootmobiel. Dus hou daar wel rekening mee. En voor de rest, ja, vraag maar raak of ik iets wil doen, of ik iets kan doen. Ja, dat lijkt me wel even leuk. Ja, een uitdaging. Dat kom maar op. Nou, lieve vrienden, ik heb mijn elektra gevonden, die stekkerbox, etc. Het lag niet op zolder. Ik meen dat het in een smalle doos was, maar nou kan ik het me weer herinneren. Het was zo lang in een plastic tasje gedaan en hier in de kast, omdat die doos kapot was gegaan. Ja, moeten ze een nieuw doosje ervoor hebben. Ik heb het nou bij de elektra ingedaan voor buiten. Dat staat boven de kattenkamer momenteel al. Het enige wat nog van zolder moet komen is de kerstboom. Ja, maar daar heb ik hulp bij nodig. Ga ik niet alleen nog doen, dat vind ik te eng. Die komt na 5 december te staan, zoals ik al had gezegd. Karin die zei, waarom doet u het nu niet? Ja, ik weet het niet. Ik ben dat niet gewend, dat ging altijd pas na 5 december. Maar ja, oké, er is zoveel wat je niet gewend bent en dan doe je het toch ook. Maar, de keuken is tot zover netjes ook. Alleen het afwas moet nog. Ik moet nog wat naar de schuur brengen. Ik moet nog wat bij Big Bazaar kopen. Dat mag ik niet vergeten voor mijn stofzuiger. Dat legt dus klaar. En dus ja, verder is het netjes. Enkeltje kattenspullen, speelgoed op de grond. Waar ze bijna niet aankomen. Ik heb net zo goed de grote dingen weer opruimen met dat ronde ding. Zij ligt lekker te slapen doen. Nou ja, en mijn bureau moet nog, maar dat komt ook pas na zaterdag. Want zaterdag gaat Roderick met mijn geluid aan de gang. Nou ja, en dan ga ik na die tijd mijn bureau pas opruimen en schoonmaken. Laat hem eerst maar begaan. Ja toch? Ja. Nou, de eettafel is tot zover netjes. Dit moet mijn begeleidster even bekijken. Dus dat werd klaar. Die komt ook vanmiddag.
Nou, al was zij dus nog. Nou, dit heb ik nou, ik heb de magnetron nou wel even recht gezet. Ook omdat Kandalf er ook nog graag op mag zitten. En dat heb ik volgestouwd. Ik denk, ja, daar kom je niet. En zo kan ik ook beter bij mijn magnetron even komen. Ja, met die feestdagen heen en toch allemaal een klein beetje anders. Ja, ja. Dus daar hebben we een poesenbeestje voor de buren. Van wie die is, weet ik niet. En dus, joh. Nou ja, die keel van mij. Hè? Zit een kikker in mijn keel af en toe. Ik kan er ook niks aan doen. Maar oké, ik heb er nou trouwens ook mijn inhaler gebruikt met discus, die blauwe. Dus ja. En dan ga ik genieten van de rust, want ik heb pijn aan mijn rug. Van het vliegen, hollen en draventrappen. En vliegtrap naar beneden, met een touwtje moet je trekken, dat luik naar beneden komt, trap naar beneden hijsen. Trappen lopen, licht aan, op die zolderstap. Gelukkig is dat van beton, want dat gaat kinderen dansen. Maar in ieder geval, ja, ik ben daar er nou 2-3 keer op geweest op de zolder om te zoeken. Ja, en dan kom je later in achter van, oh, het staat in de kast. Maar ja, oké, ik heb het gevonden, ben ik blij mee. Toppie, geweldig. Ik ga zo meteen verder. Ik moet, als mijn begeleider is geweest, dan hoop ik dat het dan nog steeds droog is. Want ik moet nog even boodschapjes halen. Want ik moet nog even wat voor bij de koffie halen voor zaterdag. Voor Karin, wat die wel mag hebben. Want ze mag niet alles hebben vanwege de maag. Dus ja, daar moet je rekening mee houden. Ook als moeder zijnde. Ja, ik kan moeilijk zeggen, neem mezelf maar mee. Nee, ze doen al zoveel voor me. Ik krijg ook het hondje cadeau. Nee, daar moet ik zelf voor zorgen. Ja, mijn nieuwe hondje heet dus Rijka. Onthoud dat, Rijka. En het is een klein, lief dotje. Ja, ik zal er een foto van tussen plaatsen. Een paar keer. Zodat jullie toch al een beetje weten hoe en wie ze is. Ja. Dat, nou ja, ik heb geen filmpjes van haar. Ik heb er wel eentje gezien, maar die kon ik niet downloaden of wat dan ook. Dus ja, dat blijf ik vanaf. En ik heb binnenkort zelf filmpjes. Zot! Ja toch? Sowieso voor Karin ook wel gaan filmen. En zaterdag heb ik ook, ga ik ook natuurlijk filmen en dan is ze erbij. Helemaal happy, ja. Dus lieve vrienden, mijn kraag die, ja, dat is een, hoe heet zo'n kool trouwens, zo'n boutkool, ja. Maar ja, dat valt toch steeds naar voren. Even naar voren leunen en het gaat weer naar voren, dus lekker belangrijk. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen met een bakje koffie erbij. En ik wacht op mijn, ik weet niet eens hoe laat ze komt. Maar ja, dat, ik krijg wel een appje, want ze moeten eerst vergaderen. En tot hoe lang weet ik even 1, 2, 3 niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en vergeet mij niet. Vergeet ook niet het duimpje omhoog te doen. Ja, dat is heel erg belangrijk. Ben je nou niet geabonneerd? Abonneer je dan ook nog even. En vergeet dan ook niet op het belletje te klikken. Want dan krijg je iedere keer trouw een bericht binnen dat er weer een vlog van mij online komt. Er is nou weer eventjes een tijdje niks geweest, of ik ben weer even aan het sparen. Dat hoop ik dat jullie begrijpen. Zodat ik weer even vooruit kan werken, ja. En ik ben nog steeds ook heel erg moe van het hoesten. Dat komt er ook nog een keer bij, want ja, ik hoest nog steeds. Ik heb een heleboel medicatie, allemaal hetzelfde. Nou, ik moet eigenlijk nog innemen voor vandaag. Mag misschien 3 à 4 keer per dag 2 tabletten innemen. Nou, dat wordt mij te veel. Dan leg ik op mijn bed. Ja, dat ik neem er zo meteen even eentje. En dan vanavond eentje. En dan voor het slapen gaan weer eentje. Nou, dan heb ik er nog maar 3 op. En dan mag ik dus eigenlijk 2 per keer. En dan mag ik 3 à 4 keer doen. Ja, doei. Echt niet. Ik hoef niet op mijn bed te leggen. Nee, ik kan nog lang genoeg op mijn bed leggen. Als ik helemaal niks meer kan. Nou, ik hoop dat ik dat niet mee hoef te maken. Nee, wij gaan door tot het bittere einde. Doei doei! Ja, lieve vrienden, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
Ik ga mijn bezem pakken en ik vlieg naar mijn dromenland toe. Ja, want ik ben ook wel weer moe. Ja, echt wel. En die zuinig ook. En pijn hier door het hoesten. Want het ging vanavond weer knap mis. Het is 1 uur 16, 16 minuten over 1 in de nacht. En ja, het is alweer de 27e november dan. En dan is onze Jan van Dam ook jarig, dus ik moet hem vandaag ook nog even bellen. Ja. Gaan we ook doen. Ja, zeker te weten. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen welterusten. Slaap lekker met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En hopelijk dat ze ook ooit eens zullen uitkomen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ook voor jullie dromen. Morgen gezond weer op. En ik hoop tot aan de andere kant van de nacht. Zeggen tot dan. Ja, lieve vrienden, Jack van Cirlo is net weer weg. Ik ga me klaarmaken om ook weg te gaan. Ik hoop dat het een beetje droog blijft. Want ja, ik moet helemaal naar de andere kant, naar de action toe. Ik moet ook puppy pets halen. Dus ja, het komt allemaal wel goed. Maar ik neem jullie niet mee. Want deze moet opgeladen worden. Dat, ja, en ik heb druk. Ik wil opschieten voordat het straks niet meer kan. Want het wordt wel later op en we krijgen nog meer regen, is er voorspeld. Dus ja, ik ga er doorheen. Hopen dat het een beetje droog blijft. Dus mutsje op. En ga met die banaan. Ja, wel de jas natuurlijk nog aan. Ik heb nou mijn vest. Ga ik zo meteen dicht doen. Jas aan, daar zit ook nog capuchon op. Mocht het echt gaan spoelen, dan doe ik de capuchon ook op. Loopt het niet in mijn nek? Ja toch, zo is dat. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik ben maar in de keuken gaan zitten. En mijn bril die is nat, ik zie bijna niks. Nee, dus hoe ik erop zit, weet ik niet. Maar ik ga eerst mijn bril schoonmaken. Zo. Zien jullie dat ook eens een keer zonder bril? En dan zie ik zelf wazig, hè? Ja. Maar ja, komt goed. En het is koud, het is bar, boos, nat, vies, al het weer. Maar ja, gelukkig het waait nog niet. Nee. We zouden harde wind krijgen. Maar dat is nog niet aanwezig. Zo. Zo, beter. Dan zie ik weer helder. Zo. Doekje weer opvouwen. Dat is mijn brillendoekje. Hup. Even weer ophangen. En dan gaan we een bakje koffie maken. Nee, en ik heb nog niks voor mezelf bij de koffie. Nee, dat moet ik nog bij de deken halen. Maar ik ben koud. Mijn broek is nat. Echt, er is niks aan. Dat, nee, maar ik heb wel dingetjes bij me. Ik zal het jullie zo laten zien. Zo. Moet ik even die tas halen. Die staat daar. Daar ging het. Nou, gaan we die eerst even halen. Jongens, het is donker, hè? Ja, het is 15:40. Nog niet 4 uur. Jeetje. Ai. Mijn tas is drijfie netjes. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb wat staan in mijn, zei dat ik moest halen. Voor Rijka. Ja. Voor Rijka. Mocht ze al een probleempje gehad hebben, kan je niks doen. Zien jullie dat, wat dat is? Ik haal het wel even uit. Ik moet het toch uit, ja toch? Zijn er 3 en ik heb er maar 1 nodig. Dat weet je toch al. Ja, kun je ze ophangen.
aansluiten, lamp erin, klaar. Maar het is nou te donker, kan het nou niet doen. Nee, daar heb je wel even wat meer licht bij nodig. Nou, en dan gaat dat dus bij de elektra in die doos boven. Dan heb ik alles bij elkaar, weet je. Dat gaat dan, als ik het niet meer hoef te gebruiken, ook er weer bij. Komt helemaal goed. Nou, dan heb ik een setje voor in huis, weet ik dat bemachtigen. Heb ik het goed? Ja. Ja? Maar voor buiten het huis hebben ze het niet meer. Maar ik had er nog eentje in de schuur leggen. En ik heb hier aan het wisselen geweest, omdat we hier ook van binnen kapot waren, heb ik er twee voor buiten gebruikt. Dus dat heb ik dan weer. Ja, komt helemaal goed. Ze hebben ze wel, maar zonder een AB. Ja, wat heb ik er dan aan? Het gaat om het makkelijker te maken voor mij. Ja, dus ik heb er een AB bij nodig. Ja, als je universeel hebt, past ook diegene van die erop. Ja. Dus ja, dat komt ook helemaal goed. Dat moet controleren of die nog heel is, want die lag in de schuur. Nou, die gaat naar boven toe. Kaartje keer weggegooid worden. Nou ja, dan ben je er klaar mee. Ja, toch? Ja. Lekker bakje koffie. Ja, meisje. Vertel eens. Hé, wat sluit je zomaar weg dan? Oh, wat verdik je. Ja. Oh, zien jullie haar zitten? Ik denk het niet, hè. Is te laag. Of... Ja, ik zie het wel. Net een stukje. De koppie. Koppie, ja. Ja. Nou, dan moet ik voor mij nog eventjes voor iets bij de koffie, even bij de deken. Ik moet eigenlijk ook nog naar de zomer, want mijn kaas is er goed als op. Maar ja, morgen nog een dag. Ja, toch? Ja, morgen is het. Vandaag was woensdag, morgen donderdag. Nou, en... De kerstboom is verzolderd. Karen die zei, gewoon doen ma, gewoon doen. Ja, ik ben er nog niet over uit met mezelf. Maar hij is in ieder geval verzolderd af. Dus wil ik al beginnen, dan kan ik beginnen. Ja, zo simpel is dat. Oké, nou ik ga weer sluiten. Ik wens jullie een hele fijne namiddag nog. En ja, geniet ervan, ondanks het slechte weer. Wees je waar zelf het zonnetje in huis. Ja toch? Ja. Ik zeg tot later. Doei doei.